Dit hebben we geleerd in deze uitzending van de Direct Duidelijk Tour over het vertalen van overheidsteksten. Eén op één vertalen is niet mogelijk, want dan vergeet je de context en culturele verschillen. De ontwikkelingen in de technologie die gaan heel snel, maar de techniek is nog niet goed genoeg. Een mens blijft altijd nodig, ook om je vertalingen bijvoorbeeld te testen. En het kost misschien wel meer tijd, maar het levert je ook meer op. Niet alleen een goede vertaling, maar ook meer vertrouwen in de overheid en dat mensen zich thuis voelen bij jouw organisatie. Onze gasten in de uitzending gaven deze tip. Vergeet ook beeld niet als alternatief. Nou, op onze website vind je het hele webinar, meer tips en alle linkjes.